Je komt naar de manege om paard te rijden, maar tegenwoordig kan je ook komen om gecoacht te worden met paarden. Mia Euwes, jij coacht. Wat houdt dat precies in? Paarden met coachen. Paarden coachen is duidelijk een manier van natuurlijk nadoen van de kudde in de natuur. Een paard is een kuddedier. Daar zetten we de deelnemers bij. Dus eigenlijk is het een ontmoeting tussen een paard en een deelnemer. Waarbij een paard het gevoel geeft, kom bij mijn kudde. Maar een paard is ook een prooidier, dus zal moeten vluchten, een vluchtdier. En als je dan bij de kudde komt, wat gebeurt er met jou? Ben jij helemaal goed, heel lichamelijk of geestelijk, dat je zegt van ik kan weg. Je moet toch vluchten kunnen. En een paard wil graag weten, als hij bij de kudde komt, waar is jouw handicap of probleempje of zit jij goed in je vel om te kunnen vluchten? Dus je komt in contact met het paard en dan gebeurt er wat mentaal. Ja, dat klopt. En dat kan heel klein zijn, maar dat kan ook heel wat dieper gaan. Maar het gebeurt altijd wel wat. Een paard is heel krachtig. Een paard is heel sensitief. Dus hij voelt heel goed aan van wat is er met je aan de hand en hoe kunnen we jou helpen in de kudde. Het is ook een vorm van hulpverlening als ik jou zo hoor. Is dat iets wat samenwerkt met psychologen, met psychiatrie? Ja, klopt. Ik werk ook samen met psychologen of therapeuten, kindertherapeuten. Ook met kinderen gebeurt er heel veel met paarden inzetten. Het kan ook zijn dat je zegt, ik zoek een nieuwe baan. Dus dan kan je ook op die manier kan je zeggen, nou, ik wil graag kijken, waar wil ik heen? Wat is mijn keuze? Een keuze stellen of zeg, ik wil een doel bereiken. Mijn grenzen stellen, hoe moeilijk is dat soms? En dan kan je zeggen, nou, ik ga zet een paard erbij en die helpt jou daarbij in de coaching sessie. En als je nou bang bent voor paarden, wat gebeurt er dan? En in eerste instantie, als je niet gewend bent om met paarden om te gaan, is het gewoon heel fijn om even eerst te borstelen, te aaien, te voelen. Hoe mooi en hoe zacht is een paard? Ze zijn heel zacht, maar ze zijn ook heel krachtig. Die zachtheid, die neem je over. En ik heb al zo vaak gezien dat mensen helemaal beginnen te glimmen als ze een paard staan te borstelen. Alleen al, als ze er al bij zijn van die kracht en die sensitiviteit van het paard, dat is heel mooi om te zien. Ja, echt. We staan hier op de manege de Hoekse Gang tussen Bergambacht en Ammerstol. Hier is ook dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. Ja. Doen die cliënten ook mee met de coaching? Meestal wordt het wel gevraagd eerst of ze dat willen. En als ze het graag mee willen doen, dan kunnen ze een coaching sessie aanvragen. Het is niet gebruikelijk. Het is wel duidelijk dat ze het wel zelf moeten vragen of ze het willen. Dan heb je het aardig duidelijk uitgelegd, maar het idee van coaching met paarden is me toch nog niet helemaal helder. Misschien een hele brutale vraag, maar zou ik zo'n sessie mogen doen? Ja. Ik zou het heel leuk vinden als je bij mij in het paard komt staan. En dan zien we hoe het gebeurt en wat er gebeurt. Goedemorgen. Dag Olympic. Olympic is de Leese paard van de Hoekse. Prachtig. Door de cliënt. Ja. Ik ga nu een halsdoek omdoen. Ja? Dan mag jij hem even borstelen. Dat is even de schoonheidsbehandeling van deze ochtend. Hè? Al die losse haren er weer eens even uit. Het is nu voorjaar, dus verliezen alle haren. Ja, ik zie het. Het is een mooi beestje jij, zeg. Jeetje. Prachtig. Je moet heel vaak Olly. Olly? Ach, nou, ik vind Olympic veel beter bij je passen. Ja, ik vind Olympic veel beter bij jou passen. Hè? Olly, dat is voor een olifant. Ja. Hij klinkt mooi. Nou, hè? Ben je een beetje tevreden, denk je? Ja? Ja, nou, ik denk het wel. Maar dat is mooi. Dan nemen we mee. Haar mee. Het is een zij. Ja. Wil je meenemen? Nou, dan gaan we. Welke kant gaan we op? Deze kant? Naar de. Kom maar, ga je mee?
Ja. We mogen elkaar wel, hè? Al hoort erbij. Ja. En die zet je mooi op de camera. Zo, nou, daar zijn we. Wat er nu gebeurt is, het paard staat nu in zijn eigen kudde. En de kudde kan ook één paard zijn. Wat we straks gaan doen, dan mag jij naar hem toe. Ja. Mag je bij zijn kudde. Ja. En in zijn kudde mag je hem even, even begroeten. Zeggen, ik kom bij jouw kudde. Mm-mm. Vervolgens mag je weglopen en een plekje gaan zoeken in de cirkel. Ja, oké. Okay. En dan gaan we kijken wat er gebeurt. En dan kijken we wat er gebeurt. Oké. Okay. Ja? Is goed. Het paard loopt nu achter je aan. Als jij stilstaat, zal hij ook stilstaan. Het kan zijn dat het niet bij iedereen gebeurt. Er zijn mensen die, waar een paard meer moeite mee heeft om toch te volgen. Het is voor een paard heel belangrijk dat je het uitstraalt en dat je hart en je hoofd bij elkaar zijn. Als je hart en je hoofd niet bij elkaar zijn, zal het paard niet naar je toe komen. Dan is het voor hem niet duidelijk wat je wil. Voor een paard moet echt duidelijk zijn wat jij wil en hoe jij bent. En als jij denkt van nou, je bent niet met jezelf bezig, maar met iemand anders, dan weet het paard niet en zal die weggaan. Dan maakt hij geen contact met je. En dat is heel mooi. Dat ik in balans ben? Ja, dat je wel in balans bent. En dat je duidelijk aangeeft dat je er bent, dat je er staat, dat je er mag zijn. Mag je willekeurig 4 pionnetjes neerzetten in de bak of in de ring? Ja. Platen mag jij de 4 uitzoeken en bij een pionnetje neerzetten. Oké. Okay. Wat bij jou past. Deze ook even. Paardencoaching is ook erg leuk met teams. Dus een team van collega's of van een team van je werk of van je sportvereniging. Of vooral van werk is dat erg ook leuk om een keer te doen. En dan met z'n allen in de bak en dan krijg je een opdracht. En paard is het vrije element en die laat dan zien wat er gebeurt. En er gebeuren hele leuke dingen. Ja. En soms is het heel erg nodig. Even om team. Mag jij de plaatjes neerzetten bij een pionnetje? Olympic bleef nu niet achter je aan. Olympic bleef bij dit plaatje staan. Wat kan je vertellen over dat plaatje? Ja, dit plaatje dat geeft denk ik wel de af en toe de warboel in mijn hoofd aan. Dat er heel veel in mijn hoofd zit. Dat ik heel veel dingen moet doen. Ja. En dat het best wel druk is. Ja, inderdaad. Ja. En zou jij bij het plaatje willen gaan staan? Maakt niet uit hoe je gaat staan, maar dan heel even daar diep aan denken. Ja. En dan kijken we wat Olympic gaat doen. Ja. En dan vooral met je hart en je gevoel. Je mag gewoon concentreren op het plaatje.
Hoe voelt dat met een paard erbij? Dat het paard zo dichtbij je staat met wat je voelt? Ja, dat vind ik heel lastig. Ik heb het idee dat ze wat onrustiger is. Ja, het begon wat te smakken. Het is meestal wel een beetje het, wel het loslaten van spanning. Ze staat wel stevig. Ze staat nu heel erg stil. Geeft dat voor jou ook een gevoel? Hoe voelt dat voor jou, stilstaan? En dan gaat het hoofd juist, hè? Ja. Stilstaan, dan gaat het hoofd weg. Ze kijkt wat weg. Ze kijkt naar buiten. Herken je dat? Ja. Als je hoofd zo vol is? Ja. Even naar buiten. Ja. Ja. Dan mag je daar naartoe lopen. Je hebt daar een plaatje neergelegd van bomen en bos. Wat voor gevoel geeft jou bomen en bos? Of wat wil je vertellen over dat plaatje? Het gevoel van niks hoeven. Buiten, luisteren naar de vogels. Genieten van de natuur. Dus... ja, ik heb het gevoel dat ik daar alles even los kan. Ja. Paard blijft staan, hè? Ja. Bij je hoofd. Heel bijzonder. Ik hoop toch dat het niet leeg is. Ja. Lijkt wel of hij een beetje vast staat. Schudt een klein beetje met zijn hoofd net. Hij kwam net de hele tijd achter je aanlopen. En nu staat hij daar. Hij bleef er al gelijk staan, hè? Voordat hij de andere neer had gezet. Hoe voel je met je benen in de grond? Voel je je wel staan? Ja, ik sta wel. Je staat wel stevig? Voelt goed? Plaatje? Ja. Oké. Dan mag je nog even naar het volgende lopen. Je mag kiezen. Dit is een plaatje van buitengesloten worden. Het gevoel hebben dat anderen over je praten. Dat is een gevoel dat ik als kind in ieder geval heel sterk gehad heb. En wat... nog af en toe wel eens de kop opsteekt, wat mij af en toe onzeker maakt. Het mooie was om te zien dat Olympic dus inderdaad naar iemand anders toe liep en niet naar mij. En dat was... voor jou heel duidelijk. Dat was wel heel duidelijk, ja. En hoe voelt het nu? Nu wij bij elkaar zijn met z'n drieën? Wel minder, heb ik het idee. Ja? Voelt goed? Nou, ik heb wel het gevoel dat de onzekerheid die dan dus in mij zit, ja, dat nu wel ook uitstraalt. Nou, ontwijkt ze af en toe. Ja, en als je één stapje nog dichter bij je plaatje gaat staan, bij het paard... zit je met je gevoel op een lijn, zeg maar? Dit. Je hart en je gevoel, dat zit wel in dat plaatje. Ja, dat zit wel in dat plaatje. Ja. Heel duidelijk. Voel je? Ja. Heel mooi. Ja.
Ze komt er wel bij. Ja. Ze is alert. Ook een beetje op buiten gericht. Het is niet omdat de paarden daar staan, maar puur om even te kijken voor jou ook. Hè? Dus ja. Ze zijn nu echt met jou bezig. Oké. Dan doen wij even een klein stapje terug en dan ga je gewoon lekker even bij dat gevoel steun of iets dergelijks wat je kan voelen. Wat voor kracht het geeft. Tegen een paard kan je alles zeggen. Een paard oordeelt niet. Een paard is er altijd voor jou. €500 krachtig paard. Dat is mooi te ervaren. Ja. Die kracht die je voelt. En sensitiviteit. Ja, mooi. Hoe voelde dat? In de kudde staan bij een, het heel, paard. Heel bijzonder om eens mee te maken. Ja. Het was echt... ja, je weet... Hè, ik weet dan dat het hele gevoelige dieren zijn. Ja. Maar het is veel meer dan dat paarden fluisteren, wat natuurlijk ook best wel gedaan wordt. Dit is, ja. Ik denk dat het mensen inderdaad heel goed kan helpen. Ja, ja. Ja, het helpt iedereen. Ook met kinderen en ook met volwassenen. Ja. Maar ook met een team. Als je zegt, nou, ik ga met mijn collega's een leuk uitje doen of ik heb nodig voor een teambuilding. Is een paard een heel goed object en een fantastisch dier om mee te werken. Absoluut. Hij is duidelijk, hij is helder. Ja. Hij is heel confronterend. Ja. En heel mooi. Ja, absoluut. Ja. Dankjewel dat we even bij je mochten langskomen. Graag gedaan. Okay. Ja, dat was coaching met paarden. Een hele bijzondere ervaring. Dat heb ik nu aan de lijve mogen ondervinden. Mia is een goede coach. En mocht u er ook interesse in hebben, neem contact op met Mia Euwes en dan komt het helemaal goed. En dan mag u misschien ook wel de ring in met Olympic. Dank je wel. Nou, dat zou leuk zijn. Dank je wel.